dan ga ik vervolgens de hele tijd in die achteruitkijkspiegel kijken naar mijn rimpels, hoe mijn huid er hier uitziet. Dus ik heb besloten niet meer te lachen. Hoi, ik ben Donna en ik word binnenkort 32, maar ik heb geen idee wat volwassen worden inhoudt. Ja, het is inmiddels al 2 jaar geleden en potverdrie, wat is er veel gebeurd. Op aanvraag van een paar trouwe volgers geef ik jullie hierbij een update over de stand van zaken van mijn, wat zeg ik het zelf, nogal volwassen leven. Dit gaan we doen aan de hand van de vragen die ik destijds zelf aan mijn vrienden heb gevraagd. Let's go! Op een schaal van 1 tot 10, hoe volwassen vind je jezelf? Nu zeer volwassen. Ben van een 4 naar een 8 gegaan. 2 jaar geleden had ik voor mijn gevoel nog niks. Ben van 30 vierkante meter naar 130 vierkante meter verhuisd. In een koophuis. Hier nog steeds in het mooie Haagse. Daarbuiten zijn er nog heel veel andere dingen die zeer hoge volwassen gradatie hebben. Maar daar komen we waarschijnlijk straks op. Ik wil jullie op zich wel even een toertje geven door het huis, als jullie dat willen. Laten we dat doen. Oké. Zag je dat ook? Ga door. Hoe staat het in het liefdesleven? Ach. Eigenlijk een maand na mijn 30ste verjaardag heb ik mijn liefde ontmoet. Poef, daar ben ik dan. Nou, ik ben Sherano. Je mag weer veilig achter de camera. Ja, dat is wel in een soort sneltreinvaart gegaan. En ja, je zag het net goed. We hebben een kinderkamer. Want Sherano heeft een zoontje van 4. Dat maakt mij een zeer trotse stiefmoeder. Hoort dat ook bij volwassen worden? Heel volwassen. Ik weet het antwoord zelf al. Maar voorlopig single and ready to mingle? Of nu een stabiele relatie en zekerheid? Single! Nee, echt niet meer. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. En nu zit ik gewoon lekker gesetteld in mijn volwassen burgerlijke leven. In een koophuis. Heerlijk, in een fijne relatie. Maar jij was toch allergisch voor burgerlijk? Ja, kots, goor. Zou je klaar zijn voor het ouderschap? Misschien. Kijk, ik ben al redelijk aan het oefenen, hè? Met een soort moeder zijn. Part-time. Next question! Hoe goed hou jij het huishouden bij? Heel goed. Ja, ik denk dat ons probleem is dat wij van een huis houden waar lijkt alsof er niemand in woont. Maar met een kind maakt het ook weer echt moeilijk. Je hebt schoongemaakt en er liggen weer kruimels en Lego op de grond. Veel geld verdienen bij een saaie baan of minimumloon en doen wat je leuk vindt. Ja, dat maakt het nu wel lastiger met alle verantwoordelijkheden, maar doen wat ik leuk vind. Of een combinatie. 50-50. Ja, je moet kiezen. Nee, zijn mijn regels. Doen wat ik leuk vind. En een saaie baan. Je huis chic en volledig naar smaak ingericht of een verzameling van een kringloop? Allebei. Wij gaan heel specifiek naar een kringloop om bepaalde items te vinden. Maar wel chic. Maar wel chic. Ja, wel binnen onze eigen stijl. Want dat zijn dan ook vaak items die je dus niet nieuw kan vinden. Dus dan moet je dus op zoek in de kringloop. En dat is dus ook een sport. Elke dag naar de supermarkt of de week boodschappen doen met een winkelwagentje? Ik durf het bijna niet te zeggen. Zeg het. Weekboodschappen met een winkelwagentje. Advocado burger of een dubbele cheeseburger? Mag het ook een kipburger zijn? Nee, dubbele cheeseburger. Een dubbele kipburger. Avocado burger. Ja, dat klinkt ook lekker. Avocado burger. Oké. Met kip. Rode wijn en een kaasplankje of bier en chips? Bier en chips. Het is chips trouwens, hè? Bier en chips. 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 Never ending story. Hoort trouw bij volwassen zijn? Wat? Hoort trouwen bij volwassen zijn. Dat heb jij zelf verzonnen. Die vraag heb jij zelf verzonnen. Die komt niet voor in mijn vragenlijst. Voorheen zag ik er de toegevoegde waarde niet van. Maar nu snap ik wel dat het een kers op de taart kan zijn. Waarom stel je die vraag? Nou, dat was hem weer. Maar
voordat ik de verbinding verbreek, wil ik jullie alvast vertellen dat de inbelgeneratie in een totaal nieuw jasje met een totaal nieuw onderwerp wordt gestoken. Dit gaat de generatie heten, maar daarover binnenkort meer. Dus blijf me volgen op mijn kanaal om op de hoogte te blijven. En denk je nou, waar heeft deze meid het over met haar inbelgeneratie? Nou, check dan even de voorgaande afleveringen van 2 jaar geleden op mijn IGTV, YouTube of website. Dan zie ik jullie in de volgende generatie. Waar ben je het meest tevreden mee? Ik wil niet meer. Op je 30ste. Met jou. Oké, klaar. Ik heb niks meer.